Goedemorgen gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Het is ondertussen vroege lente, dat betekent dat de winter achter ons ligt en dat een nieuw jaar is begonnen. Dat betekent dus ook dat wij nu een jaar lang in farming tijd en dat we nu een jaar lang bezig zijn op deze map. Nou, hoe leuk is dat? En het is volgens mij met Sum 20 aflevering, volgens mij is dit aflevering Sum 20. Dus Oeh, dat was heel krap. Dat was er dus met 27 afleveringen, hebben we een heel jaar gedaan. Nou goed, dat is op zich wel lekker. Wat er uit de poll is gekomen, weet ik nog steeds niet. Want ik neem natuurlijk deze game neem ik natuurlijk direct op. Of deze video neem ik direct op nadat de andere video is gepubliceerd. Dus dat gaan we ook doen. Wat gaan wij vandaag doen in ieder geval? We kunnen nog niks met de velden, want de velden zijn nog niet klaar. Dus wat wij vandaag gaan doen is toch nog maar weer eventjes... In ieder geval de schapen weer even wat eerder geven. Want de koeien hebben op zich nog niet zo heel veel nodig. Ze hebben wel wat nodig, want ze hebben alle twee water nodig. En dan geven ze nou nog wat gras. Of hooi, whatever. En dan kunnen ze daar in ieder geval ook weer van leven. Want we kunnen natuurlijk ook nog geen gras maaien. Want er ligt natuurlijk nog sneeuw op het gras. En de grond is nog bevroren. Dus kunnen we daar nog niks meer. Dat is een beetje lastig. Maar... Dan gaan we dus allereerst doen, maar wat we dus vandaag verder gaan doen, ik heb echt werkelijk waar geen flow idee. We kunnen niks met de velden doen, wij hoeven geen sneeuw te schuiven, dat hebben we de vorige keer al gedaan. We zouden wat hout kunnen zagen, maar goed, dat geld hebben we totaal niet nodig, dus dat hebben we ook niks aan. Ja, ik weet niet, we zouden misschien de koeien nog eventjes kunnen uitmesten. En dan kunnen wij de volgende lente kunnen wij weer inzaaien en dergelijke. Tenminste, dat hoop ik dat kan. Want... Anders hebben we het aankomende jaar hebben we natuurlijk niks. En volgens mij zijn die ook alweer lekker bezig. Dus dat is ook prima. Maar dan moeten we ons nog door de sneeuw heen zien te banjeren. Om het hooi naar de schapen te krijgen. En dat los te snijden. En aan ze te geven. En dat wordt ook nog wel een dingetje. Want je kunt precies zien waar ik allemaal langs ben gereden. Dat is op zich ook wel vet. Dat je exact kunt zien waar ik langs ben gereden natuurlijk. Met de sporen. Ho. En ik probeer die sporen eigenlijk zo plat mogelijk te maken, dat het rijden makkelijker gaat. Maar dat is best wel lastig hoor. Kijk, maar die rijdt natuurlijk heel vaak overheen. Dat we gewoon die stukken wat al sporen zijn, om dat nog een keertje extra plat te maken, dat het toch ietsjes makkelijker is om te bereiden. Dat is wel handig. En die hark, die staat er ook, heeft daar ook de hele winter gestaan. Dat klopt ook niet helemaal wat van, maar goed. En dan, ja, goed, in ieder geval de volgende Seasons map. Ik weet niet welke map dat wordt. Dat is voor mij ook nog een raadsel. Maar het wordt wel leuk. Volgens mij hadden we de vorige keer... Hadden wij het gras hadden wij opengesneden in de schuur. En dat moet ook wel. Want anders nemen we namelijk wat sneeuw mee. En dat moeten we niet hebben. Dus ja, af en toe moet je je beest natuurlijk gewoon eventjes eten geven. En dat gaan we dan ook doen. Maar dan moet hij natuurlijk wel juist losraken. Zo, ik zet hem heel eventjes daar. Ik hoop niet... Ja, ik denk dat hij in de weg staat. En in de winter, ja, als het goed is, moeten de schapen nou weer wol produceren. Want het is nu weer voorjaar. Dus produceren ze weer wol. Als het goed is. Nou, die leggen we daar neer. Zo. Dit is helemaal losgesneden. En opruimen die troep. Toch handelt deze trekker zich beter in de sneeuw dan die shovel. Ik weet niet hoe dat komt, maar zo'n idee heb ik. Kan ook aan mij liggen hoor, weet ik niet. Ja, goed, dit is natuurlijk niet de grootste bak. Maar het is maar een klein stukje heen en weer rijden. En het is ook niet zo heel veel hooi. Dus dat kan nu eens wel. De schapen weten. Ah, we krijgen eten. Jee, we krijgen eten. Ja, alsjeblieft. Dus komen ze deze kant op, zodat ze weer kunnen eten. En in ieder geval de volgende Seasons map, die wordt denk ik wel wat kleiner, die wordt niet zo groot. En we gaan natuurlijk ook andere trekkers gebruiken. Welke trekkers weet ik ook niet, ik weet nog niet welke map het wordt. Maar in ieder geval, die map moet natuurlijk wel Seasons ready zijn, anders heet er nog niks aan. Als een map niet Seasons ready is, dan kun je het net zo goed niet gaan spelen. Want dan heb je namelijk ook als het sneeuwt of zo, of je hebt de baal heb je onder het dak. En het regen, ja, dan gaan die balen, die gaan gewoon kapot. Snowmask heet dat volgens mij, of zoiets.
Of hoe noemen ze dat hier in farming? Ik zou het niet weten. Maar in ieder geval een map die seasons ready is. En deze map is seasons ready. En dat moet ook, want anders heb je nog niks aan de seasons mod eigenlijk. Daar heb ik niet veel aan. Zo. Dan hebben jullie weer wat gras. Kunnen jullie weer wat vreten. We moeten natuurlijk ook deze Massive Ferguson en de Shovel. Die moeten we straks alle twee nog naar de andere boerderij zien te krijgen. Omdat de koeien ook gras nodig hebben. Maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Maar alleen dit laatste stukje nog het laatste beetje opscheppen. Als ze daarbij kunnen komen tenminste. Ik kan het heel slecht zien. Zo kan ik het normaal niet zien. Zo. 580 liter is niet veel. Maar we snijden die andere baal ook open. En dan kunnen we hem bijvullen. Dat is 4000 liter. Dat is best veel hoor. Volgens mij is hij nog niet helemaal opengesneden, wel. Maar toch wel. En hebben we volgens mij ook al een keertje eerder gezegd. Hoe kun je die balen opensnijden? Door middel van de Gerwaal LT Master die in de modhub staat. Die heb ik ook al een tijdje niet meer gebruikt trouwens. Moet ik ook weer eens een keertje gaan gebruiken. Dat is een tijdje geleden. Nou, weet je wat we gaan doen jongens? Ik haal dit hooi, geef ik eventjes aan de varkens. Aan de schapen bedoel ik, sorry. En dan haal ik nog even twee nieuwe balen op. En als dat allemaal klaar is, dan kom ik wel bij jullie terug. In ieder geval dat we het grootste gedeelte de koeien al eten hebben gegeven. Want zo heel de tijd heen en weer gaan. Dat ik heel de tijd heen en weer ga rijden. Het lijkt me niet echt interessant om te zien. Daar heb ik de vorige keer een timelapse van gemaakt, maar dat doe ik vandaag niet. Dan knippen we er gewoon uit. Alright. De twee balen hebben we. Het was een beetje een gestruggel om met de shovel hier naartoe te komen. Want de follow me met de shovel, die kon echt helemaal niks. Die ging niet sturen, die gaf geen gas, die deed helemaal niks. Dus ik moest hem zelf hier maar naartoe rijden. Scheelt op zich dat het nog niet zo heel ver rijden was. Maar het was wel erg vervelend. Al zeg ik het zelf. Nou, die balen die kunnen hier wel staan. Als ze losgelaten worden tenminste. Zo. Achteruit. Zetten we deze voorlopig eventjes daar neer. Doen we één voor één met de baal. Dat is ook weer los. En dan kunnen we dat weer doen. Moeten we eerst in de Nieuw-Holland wegbrengen. Die staat een beetje in de weg. Die kan wel een stukje naar voren. Er liggen nog heel veel mest. Maar goed, dat mag zich wel eventjes ophopen. Moet een andere keer maar opruimen. Zo. Want ik weet niet of jullie nog langer met deze map door willen gaan namelijk. Dus ik ga nog niet te veel dingen doen. Alleen nu de dier eventjes voeren. En dan zie ik volgende week. Zie ik. Of jullie nog langer met deze map door willen gaan of niet. Op zich, men maakt het niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval, een nieuwe map is ook wel weer een keertje lekker natuurlijk, hè. Of course. En dan moeten we de dieren eigenlijk nog eventjes water geven. Want ja, dat is het enige wat we kunnen doen. Meer kunnen we niet doen, want de grond is nog bevroren. En er ligt nog sneeuw. Dus het is niet anders. Ik had graag meer willen doen, maar ja, dat kan helaas niet. Dan is het niet anders. Maar ja, die koeien die frit natuurlijk ook ontzettend veel. En water natuurlijk ook. Ga je me nou serieus vertellen dat ze nou al genoeg hebben? Are you serious? Meen je dit? Oké, nou ja, goed, prima. Leggen we dit hier neer. Dan laten we dit hier wel liggen. En dan ruimen we deze, weet ik veel te leggen, hier wel eventjes neer. Ik zou niet weten wat we er anders mee moeten doen. Dan kan de shovel, die kan hier wel in staan, denk ik. Hier op de plek van Hark. Dan pakken wij de fort. Om de watertank aan te koppelen. En water geven, zowel de schapen als de koeien, want ze hebben alle twee niks geen water. Maar waar is de watertank? Is dat hem? Nee, dat is de watertank toch niet? Nee, dat is de mesttank. Dat moet niet aan. Vrg is onze... watertank. Waar staat die? Ergens bij de koeien.
Ergens bij de koeien. Kan best zijn dat ik er net gewoon kats langs in ben gelopen. Dat gebeurt ook nog wel eens. Maar ik zou ook wel blij zijn als dat sneeuw weg is. Want ik heb dat sneeuw nog wel een beetje gezien. Het is glad, is hartstikke leuk. Maar het is een beetje vervelend met rijden namelijk. Ik ben er gewoon kats langs in gereden. Hier staat hij. Maakt niet uit. Gaat om het idee. Oh, er zit nog water in hoor. Dat is ook wel fijn. Ja, normaal gesproken moet je deze bocht makkelijk halen. Maar met sneeuw kan het nog wel een dingetje zijn. Maar we vullen de tank wel eventjes bij. Zodat we gewoon een volle tank hebben. Zo, waar is de watertank? Die ligt hier onder de sneeuw. Heel lekker. Lekker ijswater. Altijd goed. Zo. We zijn er heel ver vanaf, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we de koeien hebben water nodig. Wat goed is, wordt die gevuld. Ja. Ze hebben best wel wat water nodig, want ze hadden alle twee helemaal niks meer, zoals je ziet. De schapen hebben nu helemaal niks meer. En de koeien, die hebben ook heel wat nodig nou. Omdat het nu voorjaar is, drinken ze natuurlijk meer, hè. Dus daar moet ik wel rekening mee houden. En kuilvoer, ja... ook nog een keertje doen, maar voorlopig hebben ze daar nog voldoende van. 3, 2, 1 en punk. Zo. Tank bijvullen en gaat hij natuurlijk weer traag. Door de Universal of door de Better Fuel Usage mod. Geen idee, ik begrijp nog steeds niet waarom die nou zo traag gaat. Hij is toch klaar met pompen? Waarom gaat hij daar zo traag? Ik begrijp dat niet. Hij gaat nog steeds traag. En ik kan hem dan ook niet afkoppelen. Vind ik zo vreemd. Alright, door veel gestruggel met de Ford door de sneeuw. Wat totaal niet opschoort. En dan knalde hij weer het ergste ding aan. Waardoor hij dus alle snelheid verliest. En waardoor hij weer gaat slippen. En je niet kunt sturen. En het heel frustrerend is. zijn we bij de schapen aangekomen met water. Want die hebben, dat hebben ze ook nodig. En wat we daar nog eventjes gaan doen is met frees eventjes wat kuilvoer gaan frezen voor de koeien. En dat vind ik mooi geweest voor vandaag. Want we, verder kunnen we toch niet wat doen. Meer kunnen we echt niet doen. We kunnen wel vast tappen trouwens. Want we doen toch niet meer realistisch. Gooien we de frees ervoor en dan gooien we de trailer vol met kuilvoer. Ik weet niet of ze alles aannemen hoor, maar... Dat hebben we nodig. Zo. En dan zul je zo meteen zien als ik de frees aan de voorkant heb, dat het weer echt een gedoe wordt om door dat kleine hekje door te komen. Om op de boerderij zelf te komen. Let op. Let op mijn woorden. Dat kan ik jullie nou al vertellen. Omdat het ding zo onbenullig groot is en niet klopt met de schaling, is erg lastig te sturen. Ja, dan moet ik daar omheen, om die boom. En dan komt de trailer om vast te zitten. Zie je dat? Dat zei ik je. We kunnen het gas ook wel opfrezen, maar dat doen we niet. Zo. En frezen maar. Ik wil al dat silage hebben. Gewoon een hele bak vol. Maar de koeien hebben dat nodig. Volgens mij zitten we vast. Zo. Maar ik kan me niet herinneren dat hij altijd dat geluid heeft gemaakt met dat hydrauliek geluid. Ik weet niet of dat zo is, maar... Zo, dit even weghalen. Ik kan ook zeggen dat hij zegt van, we zitten vol. Dat had hij ook met dat sneeuw namelijk. Kan niet meer ingeklapt worden. De fris kunnen we hier wel neergooien bij de baal. Hartstikke mooi met de pijp door de muur, kan normaal. Dan moeten we de Massive Ferguson eventjes aan de kant zetten. En dan hebben ze voorlopig hebben de beesten weer allemaal eten. Kunnen ze ook niet zijn. Ze nemen niet heel veel aan, maar... Trek iets naar voren. Zo. 8 water inrijden.
leegkiepen. En is dat ook klaar. Moet alleen de vark nog opruimen. En is mooi geweest voor vandaag. Zo, daar wordt wel geaccepteerd. Zo heel veel hebben ze eigenlijk niet nodig. Maar alle kleine beetjes helpen. En de rest wat we over hebben, gooien we in de voermachine. Want die trailer, die moeten we natuurlijk wel voor alles gebruiken. En als er daar wat in zit, is het een beetje lastig natuurlijk, hè. Volgens mij zit er ook niks, geen slage meer in. Bijna niks meer. Maar ja, zo'n voermachine is wel handig. Hoef je ook niet te ahoeren met balen en een voermachine en weet ik voor wat. Ideaal. Nou, de trekker hier wel staan. Dan ruimen we de vark nog eventjes op. Zo, dan moet ik door diepe sneeuw heen, wat die vark niet al te leuk vindt. Maar goed, hij moet het kunnen, hij moet het doen. Anders heeft hij er niks aan. Struggles! Dwars door de schapen heen. Ja, bij. In principe hoeft hij niet echt. Kijk, zie dat. Je kunt gewoon niet sturen in dat stomme sneeuw. Ik heb full lak, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Zie dat? Er gebeurt helemaal niks. Nou, we staan nu toch al redelijk geleend. Dus laten we nu gewoon ook in de schuur heen. Tenminste, als dat stuur ook eventjes een keertje meer werkt. In plaats van bij dat stomme sneeuw, dat het allemaal zo... Sorry, ik moest eventjes... Kijk daar, ik heb gewoon een full lock met het stuur. En dat ding dat wil niet sturen door dat stomme sneeuw. Want dat zo glad is. Ford kan ook niks hebben. Die andere trekkers die kunnen veel beter in de sneeuw. Maar deze Ford. Een drama. Nou, dat is niet meer waar. Die JCB die heeft ook struggles. Ik vind het mooi. Hey jongens, ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Farming Simulator 17 Dusty Cove. Ja, we gaan in de volgende aflevering gaan we zien wat jullie hebben gestemd. Ik ben heel benieuwd. Mocht je dat uiteraard een leuke video hebben gevonden, vergeet natuurlijk niet even die like erop te knallen. Mocht je dat niet hebben gedaan, ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan ook zeker eventjes. Dat helpt mij enorm mee. En zeg ik voor nu, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!